Er moet geen extra verdieping worden gebouwd op de voormalige bibliotheek in de Oude Boteringenstraat. Dat vinden de erfgoedvereniging Heemschut en de Vrienden van de Stad. Zij roepen de gemeenteraad op om de verbouwplannen af te wijzen. De Rijksuniversiteit wil meer ruimte in het pand creëren, maar de verenigingen denken dat een extra verdieping het stadsgezicht zou aantasten. De Oude Boteringenstraat is een van de mooiste straten die het best bewaard is gebleven in de oude binnenstad. En door hier eigenlijk zonder beleid een extra verdieping op te plaatsen, wordt dat beschermde stadsgezicht aangetast en de kwaliteit van het beeld gaat verloren op die manier. Kijk, als je een aanpassing van dit formaat doorvoert, dan wordt het nooit meer ongedaan gemaakt. Dus als het er één keer staat, dan zal het nooit meer verdwijnen. De verenigingen vinden ook dat gemeenteraadsleden te weinig informatie krijgen om een goed besluit te nemen over de verbouwplannen. Vooral het beeldmateriaal biedt weinig inzicht in hoe de plannen uiteindelijk eruit komen te zien. Ze hebben alleen maar een beeld vanaf de noordzijde van de Oude Boteringenstraat gegeven en niet vanaf de zuidzijde, vanaf de Grote Marktkant en ook niet vanuit de Poststraat en het Broerplein. En de impact van die extra verdieping kan zo door de raad niet goed meegewogen worden. Wel zijn we blij dat het college in dit geval, anders dan bij Mercado hier om de hoek, ervoor gekozen heeft de raad erbij te betrekken. Dat is een winstpunt. We zullen af moeten wachten wat de raad gaat doen. Maar we roepen de raad wel op om het bestemmingsplan, wat destijds juist opgesteld is om excessieve hoogbouw tegen te gaan, om daar de hand aan te houden.